Ik ben Ibe Delvaux en ik heb 4 jaar lang communicatiewetenschappen aan de KU Leuven gestudeerd. En ik vond dat een heel leuke richting, heel veel bijgeleerd. Maar ik vond wel dat ik nog wat miste van achtergrond eigenlijk van andere verschillende afdelingen in een bedrijf. En dan heb ik AMS eigenlijk gevonden en zag ik dat zij echt zo het praktische willen combineren met het theoretische. En dat sprak mij dan heel hard aan. Ik heb dus ten eerste financial accounting gehad, dus over boekhouden. Waar ik op voorhand door communicatiewetenschap nog helemaal niks van kende. En ja, dat was eigenlijk heel handig, omdat nu kan ik bijvoorbeeld een jaarrekening en een balans, kan ik dat helemaal interpreteren. Dan operations en supply chain management was iets heel ver van mijn bed eigenlijk op voorhand. Maar daar zie je eigenlijk de verschillende dingen van een bedrijf, hoe dat het van het product maken eigenlijk naar de verkoop gaat, tot zelfs after sales. En dan marketing en sales was ook een vak dat ik heb gehad. Waar we dus echt eerst het salesaspect gingen kijken. Hoe dat je mensen kan overtuigen, hoe die mee in je verhaal krijgen. Maar dan ook het bredere marketingverhaal erachter en de strategie. De opleiding is eigenlijk interessant voor iedereen die eigenlijk zoekt naar nog een bredere informatie over het bedrijfsleven. En heel praktijkgericht eigenlijk zo bij te leren over de verschillende aspecten.